zijn al bijna 5 jaar bij elkaar. Maar niettemin verkeren we nu toch een beetje in een soort van crisis. Omdat ik bang ben dat het allemaal voor mijn vriendin, hoe leuk ik het ook heb met haar, alleen maar tijdverlies is. Misschien ben ik wel helemaal de man niet van haar dromen. Misschien dat wij wel helemaal niet horen bij elkaar. Misschien dat zij de ware nog niet tegen is gekomen. Maar ben ik niet de ware, maar verbeeld ze zich dat maar. Maar mijn vriendin zegt, ben je mal, hoe kom je daar nou bij? Ik hou natuurlijk ook ontzettend veel van jou bij vlagen. Ze zegt dat ze wel degelijk gelukkig is met mij. En dat ze het er nooit met iemand anders op zou wagen. Ik ben gevoelig en oprecht, attent voor haar en teder. Vooral ontzettend lief, een beetje al te lief misschien. Ik zou wat stoerder mogen zijn, wat sterker en wat breder. Ze zou me graag wat wilder en hartstochtelijker zien. Iets minder braaf en schuchter en voorzichtig en attent. Maar energieker, extraverter, flinker en sportiever. Brutaler, ondernemender, zoals een echte vent. Hoe minder tolerant, beheerst en kalm en lief, hoe liever. Ze wou dat ik van dansen hield en volksmuziek en reizen. Van feesten en van marathons en kruidenthee en zon. Ze wou dat ik van mode hield en buitenlandse spijzen. En dat ik die of boerenkool desnoods bereiden kon. Ze vindt me best een fijne, sympathieke, lieve schat. Al kan ik nog geen goulash maken of een schuurtje bouwen. Wanneer ik maar wat meer gevoel van eigenwaarde had. Ze mist bij mij vooral een beetje trots en zelfvertrouwen. Hoe zou dat komen? Misschien wordt ooit mijn liefde overtroffen door de haren. Of moet ik op de kortere of langere termijn mijn meisje afstaan aan die nu nog onbekende waren. Maar volgens mij zoekt zij precies de man die ik wil zijn.